Yo, kijkers van Online Games van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Heist Escape Mode. En zo te zien gaat het heel moeilijk worden, want ik zie hier een muur, een dikke muur, en daar mogen we niet komen. Daar ertussen. Een deur is op zich te slopen. Maar we moeten door de receptie en tijdelijke cel. Hier mogen we absoluut niet komen. De keuken mogen we ook niet komen. Brand, dat gaat heel moeilijk worden. Dus ik denk dat dit een gevangenis is waardoor dat we niet kunnen gaan ontsnappen. Weet je wat, dit gaan we heel even overslaan. Oh, het is donker, dus we kunnen al meteen gaan slapen. Nou. Dat gaan we niet doen. Maar. Laten we gewoon slapen. Douchen, maar dat gaan wij niet doen. Kijken of wij wat kunnen kapot maken. Nou, als wij... Ik denk dat we best kunnen gaan graven. Dan komen we er ook uit. Zijn hier honden? Als wij... Er geen honden zijn, dan is dat... Alleen maar, dan hoeven we alleen hier doorheen en dan daar. Want dan zijn we zo gewoon hier. Dat zou op zich wel kunnen. Goed, we gaan eerst even de boel wat slopen. Zodat we wat sterker zijn. Het liefst wil ik eigenlijk wat... camera's gezien, dus dat is mooi. En geen hondenpatrouilles, dus we zullen... Dat kunnen we ook geen maken, dat is nou goed. Oh. Wordt al direct getaserd. Ik heb geen bouwmannetjes gezien. Laat dat, even laten. Ik moet er nog één vatergeet hebben. Je hebt best wel veel flikken. Ho, ho, ho! Rustig, vriend! Anders legt hij mij om. Laten we dan maar eens even gaan graven dadelijk. Dat we een poging gaan maken om te ontsnappen. Moeten we even eerst de poes fixen.
Oeh, die hebben best wel veel. We kunnen er eentje doen. Die. Wat jij gaat doen, je gaat gelijk. Dat voor mij fixen. Is er hier überhaupt een arts? Oh ja, hier. Oh, dat is wel personeelsdeuren. Hier komen we sowieso niet doorheen. Kan misschien wel. Fixen klaslokaal. Doe even normaal, man! Nou ga ik ook omdekken, hoor. Ik wou hem omleggen. Wordt gelijk opgestoord, maar heeft hij al wat smokkelaar voor mij erin gezet? Als je moet, dan ga ik het zelf proberen. Laat het zelf proberen. We mogen de keuken niet in, dat is een nadeel. Ik ga het gewoon proberen, ik kan mij niet zien. Wil je dat zien zijn? Dat kunnen we ook niet. Dit gaat hem niet worden. Ik zie geen andere mogelijkheid. Die deuren, daar kunnen we ook niet in. De kantine is ook onmogelijk. Werkplaats, heb ik dat gezien? Is er hier een werkplaats? Wel een groepsruimte. Postkamer. Is er ergens een werkkamer? Ik ga toch even zoeken. Klaslokaal, klaslokaal, klaslokaal. Kantine. Zeg, hoe komen wij door deze hierin? Ja, er zijn er ook een hele hoop mensen. Ongezien kijken of wat kunnen we meenemen. Ik kan wel gepakt, maar vinden ze het? Dat is de grote vraag. Je wordt meteen hier gepakt. Direct word je hier gepakt, hè.
Maar de vraag is, heb ik hem? Ja, ik heb hem wel. Ik hoop niet dat ze hem vinden. Ik hoor wel getaserd. Ik hoor allemaal getaserd. Ja, ze hebben hem gevonden, shit. Je kunt hier niet zomaar even wat jatten. Er zit er maar één ding op. Dat is een ruil veroorzaken, hè? Hoppa, kijk. Kijk of ik een hoppa. Dan wil ik wel dat hij mij komt beschermen. Even kijken. Het gaat er komt er wel. Oh, dit gaat echt niet lukken. Dit gaat niet lukken. Moet er wat meer man zijn, dan kunnen wij die wapenkamer inrammen. Dat gaan we proberen. Gewoon dat beeld. Voor.
slag. Heb ik heel vrij gespeeld? Nee, nog één vaatje. Oké. Okay. Hij is dood, hop, kijk, dit is even lekker. Ik heb een paar omgelegd, dus nu gaan we vechten. Oh. Dat klinkt niet goed. Zwart beeld. Volledig zwart beeld, hè. Het is helemaal zwart. Oké. Okay. Nou goed, we zijn volgens mij dood gegaan. Want we hebben helemaal niks. Nou, dan vind ik dat mooi om daarmee af te sluiten. Het was toch al niet echt een goede gevangenis wat wij hadden. Maar volgens mij zijn we dood gegaan, want ik hoorde van alles. Uiteindelijk is het volledig zwart gegaan, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. We gaan gewoon de volgende keer naar een andere gevangenis ergens gaan kijken, maar dat zullen we nog wel zien. Ik ga het hier belaten. Wij zien elkaar natuurlijk de volgende keer weer terug. Hopelijk zijn jullie echt daar. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot volgende week weer ergens, jongens. Mazzel!